De ochtend start op veel plaatsen ronduit helder. In het zuiden van het land komen wat sluierwolken voor. Dat uh, hangt allemaal samen met een zwakke storing boven Noord-Frankrijk. En met heel veel meer dan dat krijgen we vandaag niet te maken. De temperaturen vanochtend aan de lage kant, na een koude start met op uitgebreide schaal lichte vorst, ligt de temperatuur tegen het eind van de ochtend op een graad of 5. Vanmiddag dan loopt het kwik uiteindelijk op naar zo'n 8 tot 10 graden, met daarbij op heel veel plaatsen veel ruimte voor de zon, alleen in het zuiden van het land wat sluierwolken, daarbij waait wel een matige oostenwind. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking verder toe, in het noordoosten duurt dat het langs en daar kan het nog flink afkoelen met uiteindelijk vannacht, daar nog minimaal rond of iets onder het vriespunt. Morgen dan wordt het uiteindelijk 8 tot 14 graden met vanuit het zuiden steeds meer bewolking en in de loop van de dag ook op steeds meer plaatsen regen. De wind die draait naar het zuiden en neemt ook wat in kracht toe en dat is ook gelijk een voorbode voor een wisselvallige periode. Want zowel zaterdag als zondag dan krijgen we regelmatig met regen of flink wat buien te maken. De temperatuur die gaat flink omhoog met op zaterdag waarde rond de graad of 14. En zondag gaat er een gaatje af met name aan zee kan het af en toe stevig waaien. Ook na het weekend blijft het wisselvallig. Mijn naam is Wilfred Jansen en ik wens u nog een fijne dag.